BMX rijden gaat er hard aan toe. Dat het soms ook misgaat, daar kunnen Twan van Gent uit Kerkdriel en Lichtenvoorder Jelle van Gorkum over meepraten. Ik heb de kop van mijn bovenarm gebroken. Die pees, zeg maar, door de klap heeft hij een stuk uit mijn bovenarm getrokken, zeg maar, een stuk bot. Ik had een hersenschudding, gebroken ribben en gekneusde ribben. Een ingeklapte long, een gekneusde long en een flinke sneeuwmond in mijn knie. Van Gorkum lag 2 maanden geleden zelfs aan de beademing in het ziekenhuis na een zware val. En toch is hij op tijd fit voor de Spelen in Londen. We verwachten nog steeds dat ze op de Spelen kunnen acteren op het niveau dat ze hadden voor de blessures. En wat mogen we verwachten als ze dat niveau halen? Nou, we hebben ingezet op een medaille. En als de coach al zoveel vertrouwen heeft, dan hebben de rijders dat zeker ook. Ja, als het lekker gaat, net als hier op de Wereldbeker, dan rij je zo een finale en dan doe je zo mee voor een podiumplek. Ik denk als wij gewoon met z'n allen fit zijn, de Nederlanders bedoel ik dan, dat we gewoon mee kunnen strijden om medailleplaats.